Jongens. Jullie geloven het niet. Ik geloof het wel. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Vandaag heb ik een heel serieus onderwerp. Het is namelijk iets wat elke YouTube-maker, maar ook elke YouTube-diehard fan snapt en begrijpt. En er is iets gaande en ik moet dat even aan jullie vertellen. Namelijk dit. Het volgende. We kennen allemaal Instagram en op Instagram zijn er een aantal dingen gaande. En een van die dingen zijn YouTube-foto-battles. En als je dan niet weet wat een YouTube-foto-battle is, en die kans is vrij groot, want het is niet een algemeen begrip, dan ga ik het even uitleggen. Het gaat namelijk om het volgende. Een YouTube-foto-battle ziet er vaak in het begin zo uit als dit. En wat de bedoeling is van een YouTube Photo Battle is dat er de mensen dus mogen kiezen wie eruit gaat en wie erin blijft. En uiteindelijk wordt er dus gestemd en wordt er eigenlijk indirect gehaat op een bepaalde YouTuber. En dat doet mij een beetje pijn. Maar omdat deze strijden, deze online Instagram strijden, want zo mag je het noemen, mij nogal boeide, dacht ik, weet je wat, ik ga ze gewoon eens een keer bij lang. Ga ze gewoon eens een keer becommentariseren. En op basis daarvan ga jij eens even kijken of je dat leuk vindt. We gaan beginnen. Oh, jojo! Insta Battle 1. Hij is van Official TLF. I don't know what the fuck Official TLF is, but it's from something nice. Oké, het is een strijd tussen Link Tiger, Joost Bouwhof, Eenhoorn Joost. Oh, the battle is on! The battle is on, Jos! Calvin, natuurlijk de enige echte voorbestemde winnaar, inderdaad. En Jeremy Frieser van het YouTube-kanaal Altijd Compilaties. Goed, we zijn met 5 man. Kijken hoe deze strijd zich gaat ontwikkelen. Oké, dames en heren, de eerste comments komen binnen. Welke moet weg? Vraagt Official TLF. X-Eels zegt, ik zeg 3. En nummer 3. Hahaha! Lekker voor je, Jos. 3, nummer 4. Ja, de. Wie de fuck heeft er als eerste op mij gestemd? Wow, waarom doe je me dit aan? Nog een stem op mij. Dus, een aantal stemmen tegen mij. Dit raakt mij, hè. Dit raakt mij, dit vind ik niet aardig. Ik word hier gewoon, jullie denken misschien dat YouTubers onaantastbaar zijn, maar dat is niet het geval. Wij hebben ook gevoelens. Daarna komen nog inderdaad wat stemmetjes binnen voor Rajos, vieze Eno-Jos. Ze stemmen allemaal op mij. Dames en heren. Ik heb het vermoeden dat ik heb verloren, maar ik ga nu kijken. Oké, er zijn een aantal stemmen voor Joost, er zijn een aantal stemmen voor mij. Wie valt er als eerste af in de allereerste Instagram battle die ik tegenkwam? Bleek uiteindelijk de minst populaire, minst gewilde YouTuber te zijn. Ik lag er al na ronde 1 uit. Ga ook gewoon niet meer verder met deze. Dit was het. Klaar. De rest maakt me ook. Ik ga nog heel even kijken wie er heeft gewonnen. Er is nog geen winnaar bekend. Ik ga door naar de volgende. Wedstrijd nummer 2, dames en heren. De spelers komen op het veld lopen. Het gaat inderdaad om de enige echte Rutger Vink, Eenhoorn Joost, Mark Hoeks en je enige boy Uber Quinn Games. Ook natuurlijk je enige echte man East Games, Enzo Knol, D, Peter de Harder en inderdaad in de linkerhoek Kelvin Kjoerma. Oké, dit belooft een spannende strijd te worden, dames en heren. Iedereen heeft hard getraind, iedereen heeft lang getraind. En de eerste comments rollen binnen. Comment maar wie weg moet bij 3 stemmen. Oké, de eerste stem. Zo, volledige rechts richting Tieske. Aya Cinemate zegt D omdat het moet. Je moet helemaal niks. Je mute helemaal niks. Je moet helemaal niks, ja. Helemaal niks. Tieske D omdat het moet van Cinemate D. Oké, een aantal stemmen. D. Bram Schoen zegt D. Cinema Jaya zegt Ties. Sorry. Angie Woef zegt Kalf. Oh shit. De allereerste die helaas het veld moet verlaten is Ties. Ties, als je dit kijkt, ik had het graag anders gewild. Ik had graag jouw plek ingenomen, maar zo is het leven. Geef niet op, de volgende battle win jij gewoon. Het is spijtig. Hij krijgt een Nederlandse vlag. Ronde 2! Mark Hoeks, Everyday Mark Hoeks Mark. Nou, dat was vrij snel. Laat ik het zo zeggen. Dat was geen hele spannende strijd. Mark! Ligt eruit. Ronde 3. Bram Schoen stemt tegen Everyday. Waarom? Waarom doen jullie D aan? D heeft niks fout gedaan, oké? Ze doet gewoon haar ding. Everyday, Quinn, D. Oké, het staat 2. Wow. Het is spannend, jongens. Wordt de volgende D? Is D degene die deze ronde gaat verlaten? Is het zo? Nee! Het is Eenhoorn Joost. Verdient ook gewoon. Als het volgende briefje wat ik omdraai D is, dan is het, betekent dat dat zij heeft verloren. Degene die op dit briefje staat, mag het eiland verlaten. Nee. D heeft 3 stemmen. Ze ligt eruit. Wat een spijtig gebeuren. Zij heeft een vlag van I don't know what the fuck. Oké, we gaan door met de volgende, dames en heren. D ligt eruit, Quinn ligt eruit en Mark ligt eruit. Helaas, pindakaas, we gaan door. Het is een spannende wedstrijd. Je ziet de spanning en sensatie bij de supporters. Wie gaat er vandaag winnen? Het is één groot feest. De eerste reactie is voor Quinn. Daarnaast, als Quinn deze volgende stem ook heeft, betekent nog niet dat hij eruit ligt, maar is de kans wel vrij aanwezig dat hij eruit gaat. Bram Schoen stemt op. Ja! Eenhoorn Joost, inderdaad. Jij vieze fucking motherfucker. De volgende stem. Quinn.
Oh, wat een spanning en sensatie. En de volgende reactie is op... niks. Oké, dat is een beetje jammer. Deze Instagram-account is nog niet dusdanig populair dat hij overspoeld wordt met reacties. Dat is helemaal niet erg, maar dat betekent wel dat Quinn eruit ligt. Oké, er zijn nog 5 YouTubers over. Oké, nou, hier kunnen we vrij duidelijk over zijn, dames en heren. Deze ronde, Peter Jocelyn zegt eenhoorn Joost. Volgende zegt Joost en ander zegt ook eenhoorn Joost. Nou, hey, wat een verrassing zeg. Joost heeft niet gewonnen. Wow, man. Echt niet verwacht, man. Ik dacht echt dat hij koning van YouTube was. Nee, ik ben helemaal jaloers of zo. En de volgende gaat. Het zijn ook gewoon volgens mij altijd dezelfde mensen die stemmen. Want inderdaad, hierna paf, 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 Enzo Knol, Enzo. Helaas, Pindakaartje ligt eruit. Het was een spannende strijd. Ik vond het leuk dat je erbij was. Volgende keer beter. Dan zijn er echt enige over zijn. Rutger Fink, Peter Harder en Kelvin Boema. Het spant erom. Het spant erom. Winnen wij of niet? De eerste reactie. De eerste stem voor wie eruit moet is... Rutger. De tweede stem... is ook Rutger. En de derde stem... Rutger. Het spijt me ook, ik had het liever anders gewild, want soms gaat het leven gewoon niet helemaal zoals je wil. Oh, wat een spanning en sensatie jongens, dit is ongekend. Kelvin en Peter, partners in crime, staan tegenover elkaar in de ultieme strijd van wie het meest geliked YouTuber is binnen deze strijd. Het is spannend, de eerste reactie. Bram Schoen, Direct Pete. Olaf stemt, oh Peter weg, oh shit! De winst, ik ruik hem, ik voel hem, ik kan hem vinden, ik vind hem, ik lik hem. Ga ik winnen, ga ik deze trofee krijgen? De volgende stem. Angie Woef stemt tegen Peter. Dat betekent dat Kelvin Boerma. Daarna word ik echt gewoon 2 keer weggestemd. Toch pijn in mijn hart, weet je. Maar ik kan maar 1 ding zeggen. En dat is, ik heb gewonnen, motherfucker. Oh, Kelvin Boerma heeft gewonnen. Ja, wat een feest. En dan gaan we nog heel even naar de reacties kijken van de mensen die hebben gereageerd onder de foto waarin ik heb gewonnen. Namelijk dat als ik er nog enig over ben. En iemand zegt, wauw, applaus. Oké, we gaan door. Ik heb nog verschillende strijden, heb ik nog gewoon op de plank liggen voor jullie. Linksback, Masha Verkustova, daarnaast Yami, daarnaast de enige echte uber-oppermachtige Kelvin Boerma. Hij heeft al 50 wedstrijden achter 1 gewonnen. Gaat hij vandaag ook winnen? Het is de grote verjaag. Njert, Jutger, Jana, Jillen, Jeske en Quien. Zo, 9. Het wordt een pittige strijd. De eerste stemmen rollen binnen. De eerste stemmen naast deze daadwerkelijke foto rollen binnen. En die zijn... de eerste stemmen is voor 5. Rutger heeft een stemmetje tegen. Dan 1. Masha heeft een stemmetje tegen. Jana heeft een stemmetje tegen. 3-7. Dit is gewoon Gekomene. Besluit om gewoon maar op 3 mensen tegelijkertijd te stemmen. Nou vind ik dat niet heel netjes van je. Er komt een stemmetje voor Jami binnen. Nummer 4. Een stem tegen Mert. Een stem tegen Dylan. Zo, de stemmen worden wel equally verdeeld hier, hoor. Wat verdorie zeg. 2. Jami leeft op het randje nu, hoor. Ze heeft 2 stemmen. Bij 3 stemmen knikken we haar eruit. Oh nee, degene die als eerste 10 stemmen. Jezus. Degene die als eerste 10 stemmen heeft. Wat is dit voor slachtpartij, jongen? Om een lang verhaal kort te maken. Op een gegeven moment wordt Jami helemaal afgeslacht. Jami, je wordt gemist. En we gaan door. Jami is eruit. Oké, er komen stemmen binnen voor nummer 9. Er wordt gestemd op Quinn. Er wordt tegen Rutger gestemd. Nummer 1. Nummer 6. Nummer 9. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 3. Laat me zitten. Dat ben ik. Voel hem. In mijn hart. Er komen aardig wat stemmen voor nummer 6. En nummer 6 is Diana. Wow. Scroll heel even naar beneden en je ziet alleen maar stemmen voor Diana. Dames en heren, helaas Pindakaas, het is spijtig, maar zo zit het leven in elkaar. Diana Diaz voor Dazzle, knik het eruit, helaas Pindakaas. Oké, Diana is uit, wie moet er nu uit? De eerste stem rollen binnen, nummer 8. Er wordt veelvuldig gestemd op nummer 8, nummer 4, nummer 9, nummer 8. Ja, nummer 8 wordt toch best wel even gewoon in elkaar getikt. Je ziet gewoon dat het er gaande is. Dames en heren, ik moet inderdaad mededelen dat nummer 8 heeft verloren. Teske, you shall be missed. Oké, Teske ligt eruit, wie moet er nu weg? Degene die als eerste 10 stem heeft, ligt eruit. 4, 1, 7, 8, 9, calculaties, berekeningen. Oh, overal cijfers. Oh, het is helemaal jammer genoeg. Met een Gurdiken, de man van Mertabi, ligt eruit. Oké, de volgende ronde. Er zijn, om even een tussenstand. Degenen die er nog over zijn, zijn Masha, Kelvin, Rutger, Quinn en Dylan. Een stem voor Rutger. Een stem tegen mij, Timo. Motherfucker. 1, 3. Oh, ik voel ze hoor. Baaf, komen binnen, stuk voor stuk. Nummer 7, Dylan. Oké, ook nog eens Dylan. Masha, Dylan. Het ziet er nou uit. Het spant tussen Dylan en Masha. Wie vliegt eruit? Ladies and gentlemen, calculations have been done. The person who's gonna leave us is Dylan. Sorry, Dylan. Er zijn nog 4 mensen in het spel. De eerste stem komt binnen. Nummer 5, Rutger. Dan een stem tegen Masha. 3, 1, 9, 1, 1, 1, 1. Oh. Er komen nogal wat eentjes binnen. Ik zie ook een aantal 3, hoor. Dit is pijnlijk, man. Ik kan niet zo goed tellen dat ik het allemaal in mijn hoofd kan opnemen. Maar op basis van de stemmen, Masha ligt eruit. You will be missed, Masha. You will be missed. Masha, love you. Het is de halve finale, dames en heren. Het spant erom. Wordt het Kelvin? Wordt het Rutger? Of wordt het Quien? Het is de grote vraag. Ik heb 4 stemmen tegen. 4 stemmen. Dit kan niet, dit vind ik niet chill. Nummer 5. Oké, een stemmetje tegen Rutger. Er is nog kans. Nummer 3. 5 stemmen tegen mij. Nummer 3. Oh jeetje. Je ziet erbij al hangen, jongens. Rachel! Stem tegen mij en dat... durf niet. Durf niet te kijken. Nee!
Helaas, pindakaas. Kelvin heeft verloren. Nou heb ik niet eens meer zin. Ik heb geen eens zin meer om verder te kijken. Maar toch, omdat jullie waarschijnlijk willen weten wie er wint. Quinn heeft gewonnen. Gefeliciteerd, Mattie. Gefeliciteerd. Quinn, als je kijkt, van harte gefeliciteerd. Mwa. Zo, ik heb echt een 70s kapsel, jongen. Ooh, baby, I love you. Here we go. Oké, daar gaan we. Vraag 21. Watch carefully. Ik weet het al lang. Je moet linksboven klikken, want die werd groen. Inderdaad, lekker Kelvin. Ja, namaste. Soms, ene keer heb ik een fancy kapsel, andere keer lijkt het helemaal nergens op. Soms staat het helemaal wild, en soms is het fucking episch en soms is fact up. En daarom dat ik 9 van de 10 keer gewoon zeg, weet je wat, ik ben al klaar. Maar niet vandaag.